Wethouder Dolf Warris. We staan hier in de nieuwe grondstoffencentrale van de gemeente Os. Wat is nou zo nieuw aan deze grondstoffencentrale? Het nieuwe is dat wij een manier hebben door deze hal dat we nog minder afval hebben en dat afval nog meer grondstof gaat worden in Os, zodat we nog beter kunnen scheiden. Dat is eigenlijk het grote doel. We hebben een goede droge plek waar we dat kunnen gaan doen. Dus dat is het allerbelangrijkste. Dus afval bestaat niet, afval is grondstof, daar willen we naartoe. Geen restafval meer, alleen maar nieuwe grondstof. En daar helpt deze hal eraan mee. En verder is het bijzonder aan deze hal dat die barstensvol ligt met zonnepanelen. Dus de energie wordt opgewekt hier voor het hele afvalverwerkingsproces, hier op het hele plein. En verder is het heel mooi ingepast in een natuurgebied, helemaal vergroend. Er zijn nestkasten, er zijn bijenhotels. Dus eigenlijk draagt de grondstofcentrale ook nog eens bij aan schone energie en aan goed omgaan met het milieu. Dus eigenlijk een feesthal is het. Ja. Nou loopt de gemeente Os redelijk voorop in de afvalscheiden, denk ik? Ja, we doen het heel erg goed hier. We hebben een geweldig team wat telkens weer verder gaat om nog beter afval te scheiden, waardoor je nog meer grondstoffen hebt. Uit het hele land is belangstelling ook voor hoe we het hier doen. Uit Europa is ook belangstelling. En we kunnen gewoon super trots zijn, denk ik, dat wij dat in deze gemeente voor elkaar krijgen. Met alle mensen die hier heel erg hard werken om nog meer grondstof uit afval te halen. Heeft de gemeente een bepaalde visie op dit afvalstoffenbeleid, op dit grondstoffenbeleid naar de toekomst toe? Jazeker, want als je nog een paar jaar geleden had gevraagd van is afval grondstof, hadden heel veel mensen gezegd nee, wat een onzin, dat kan helemaal niet en het is allemaal. We ontdekken telkens meer dat we veel te slordig zijn omgegaan de afgelopen jaren met afval. Dat we heel veel dingen weggooien en verbranden waar we hele mooie nieuwe dingen van kunnen maken. En dat is onze visie in Os. Ook als college willen we dat heel graag uitdragen. De gemeenteraad wil dat met ons uitdragen. Heel veel inwoners willen daaraan meedoen. Dat we gewoon heel erg zuinig zijn op onze omgeving. En dat we daarom dingen die afval heten niet zomaar verbranden. Maar dat we gaan ontdekken dat dat nieuwe grondstoffen zijn waarvan we hele mooie dingen kunnen maken. En dat is eigenlijk waar we in de toekomst nog veel verder naartoe willen. Zodat we uiteindelijk geen restafval meer hebben. Ja. Nu staan we hier in een overdekte hal. Normaal gesproken zou dit buiten gebeuren, begreep ik? Ja, normaal lag dit buiten. Bijvoorbeeld, we zijn vandaag op een hele regenachtige dag. En dan zie je dat als het buiten ligt, wordt het nat. En is het veel moeilijker te scheiden, wordt het minder aantrekkelijk voor afnemers om het als grondstof te zien. Dus juist doordat het allemaal in een droge omgeving kan gebeuren, kan het nog beter. Dat is het grote voordeel dat we nu overdekt met dit proces bezig kunnen zijn. Betekent het ook iets voor het aantal arbeidsplaatsen hier op deze locatie? Nou, dat betekent het zeker. We hebben telkens meer mensen nodig hier die mee kunnen helpen. Maar dan kun je misschien ook beter vragen aan de mensen die hier werken en de mensen die hier managen. Maar het is zeker waar dat ook, dit ook betekent een stuk een arbeidsplek voor mensen die misschien ook niet altijd overal makkelijk een andere arbeidsplek vinden. Dus daar zijn we heel erg trots op. En die met heel veel plezier hier komen werken. En zien dat ze hier wel welkom zijn, terwijl ze bij andere bedrijven wordt gezegd, nou eigenlijk hebben we jullie niet nodig. En vooral voor die groep vind ik het heel erg belangrijk dat die zo'n belangrijke bijdrage ook leveren aan gewoon gezond omgaan met je omgeving en met het milieu. Dus dat komt er nog eens bij. Er is eigenlijk, als je het goed bekijkt, dan is er in korte tijd best een hele mentaliteitsverandering bij de mensen gekomen. Hè? Want een aantal weken, jaren geleden had je zoiets van, nou die grijze container, die moet echt iedere week opgehaald worden. Dat is nu heel anders. Ja, je ziet nu mensen die vergeten de grijze container aan de weg te zetten, omdat die nog lang niet vol is. En dan zien ze opeens de vrachtwagen voorbij hun huis rijden. Dan denken ze op, oh, nou ja, dan wachten we maar weer 3 weken. Dus je ziet dat mensen daar telkens veel bewuster mee om zijn gegaan. En dat is ook een beetje, denk ik, eigen wijsheid die je dan maar moet hebben als wethouder. We gaan het toch zo doen, ook al zitten heel veel mensen dan in het begin misschien veel te mopperen. Hoewel, heel veel mensen waren ook heel enthousiast dat we er zo mee bezig gingen. En dan merk je dat het gewoon werkt en dat mensen ook heel erg blij zijn dat ze zeggen van, goh, moet je kijken hoe weinig restafval we nog hebben. Wat goed die groene container, wat goed dat plastic apart, metaal en de drinkpakken. Wat kunnen we veel bijdragen aan een schone leefomgeving. En nou, dat kan iedereen in de gemeente Os gewoon zelf doen. Dus dat is geweldig. Je bent niet meer afhankelijk van een ander. Je kunt zelf een belangrijke bijdrage leveren.
Ja. Ja, want we zitten hier met het uitzicht op een enorme berg plastic. Ja, ja. Dat is echt ook wel een item geweest, hè, die plastic afvalinzameling. Ja, we zien hier achter mij zien we de berg die zo verkocht kan worden als grondstof. Dit is allemaal goedgekeurd materiaal wat hier achter mij staat. Plastic is een heel ingewikkeld iets. Als wethouder probeer ik soms een beetje van de techniek te snappen, maar daar moet ik me vooral niet mee bemoeien, want er zijn andere mensen die het veel beter weten. Maar juist plastic in al zijn variaties, er zijn ontzettend veel variaties in plastic. Daar is heel veel grondstof uit te halen, er is heel veel te recyclen. Er is ook heel veel publiciteit over plastic op dit moment, een hot item. Laten we vooral hier het voorbeeld geven van mensen, gebruik je verstand, koop geen nieuw plastic, koop gerecycled plastic. Want dat betekent gewoon dat er minder vervuiling komt in onze wereld. En dat dragen we gewoon in onze gemeente bij. Kun je ook nog iets zeggen over het financiële kant van de zaak? Over het financiële plaatje van wat kost dit nou meer en wat levert het nou op? Moeten we hier zoveel in investeren of juist niet? Ja, als je kijkt naar je portemonnee is het heel verstandig om goed aan afval, aan restafvalscheiding te doen. Zodat je zo min mogelijk restafval aanbiedt. Ik ben als wethouder, moet ik ook naar de gemeenteraad met de begroting. En hebben vooral gezien, we hebben nieuwe contracten moeten afsluiten voor het verwerken van restafval. Die contracten zijn fors duurder dan ze waren. Dus sowieso het verwerken van restafval wordt steeds meer. En hoe meer je terug kunt verdienen door het goed scheiden en door het aanbieden van grondstoffen die je weer verkoopt, kun je ervoor zorgen dat de afvalstoffenheffing in onze gemeente zo min mogelijk stijgt. Want ik ga geen praatjes verkopen hier, ook niet bij jullie omroep. Want je zult zien, de komende jaren wordt het verwerken van afval steeds duurder. En dat moeten we gewoon met elkaar betalen, ieder huishouden. Dus wat we proberen hier, om het zo min mogelijk te laten stijgen, die kosten van de afvalstoffenheffing. En dat doen we door heel zorgvuldig te scheiden. Dat is een van de belangrijke bijdragen daaraan, denk ik. Ja. Er wordt natuurlijk ook nog gedumpt, daar wordt ook regelmatig opgehaald. Vooral matrassen werden gedumpt, hebben we begrepen dat daar een verandering in is gekomen. Dat die tegenwoordig gratis ingeleverd kunnen worden. Kun je hier gewoon gratis naar binnen met droge matrassen wel. Natte matrassen kunnen we niet verwerken, dus worden ook niet verkocht als grondstof. Maar ook dat gemoppen kan voorbij zijn. Je kunt gewoon met de droge matrassen hier naar de Milieustraat gaan. En naar het duurzaamheidsplein van harte welkom. Je wordt helemaal gratis, kun je doorrijden en het hier afleveren. Dus welkom met de droge matrassen. Stel, we staan hier over 10 jaar weer. Zijn er dan nog dingen waarvan je zegt van nou, dat zou ik dan heel graag willen vertellen? Nou, dan zou ik willen vertellen dat er eigenlijk, want hier links van mij ligt ook een andere berg. En dat is restafval heet dat. Waar heel veel goede dingen nog in zitten. Maar dat gaan ze hier ook keurig te uithalen. Eigenlijk over 10 jaar, ik weet het eigenlijk wel zeker, staan we hier en dan zie je die berg restafval niet meer. Zie je zelfs misschien nog wel veel minder vervuild plastic. Ik denk echt dat we langzamerhand daar naartoe gaan. En over 10 jaar zien we pas hoe belangrijk het is wat wij 10 jaar geleden hier in Os hebben gedaan. Namelijk dat gebeurt hier in deze grondstoffenhal. Daar ben ik echt super trots op. En dat is heel erg blij ook om daar wethouder te kunnen zijn in de gemeente. Die dat gewoon heeft ingezet. Dus ik denk dat we dat over 10 jaar gaan zeggen. Wat goed wat we toen hebben ingezet. Nou, dat lijkt me hele mooie woorden om mee af te sluiten. Dankjewel voor wat je ons hier hebt willen vertellen vanmorgen. En we gaan even met mensen van de praktijk een rondje maken hier over deze locatie. Dankjewel. Alsjeblieft, heel graag gedaan. En fijn dat jullie je aandacht hebben besteden. En iedereen in de gemeente Os, blijf verder gaan. En zorg dat die berg restafval voorgoed verdwijnt. Frank, je bent hier bedrijfsleider, duurzaamheidsplein in Os. Zo zeg ik het goed, hè? Zo zeg ik het goed. Ja. We staan hier voor een grote berg afval. Wat is dit voor afval? Dit is grof huishoudelijk afval. Dus dit is wat van de mensen nog over hebben na het sorteren, wat niet in de kliko's past. Dus meestal de grotere dingen. Mm-hmm. Dit ligt hier nu ook in de hal, want hier gaan we toch weer verder scheiden. Wat de mensen thuis niet hebben gedaan, gaan we hier verder proberen uit te scheiden. Want we kunnen nog steeds heel veel dingen ertussen uithalen. Ja. Dus we hebben hier ook nog wat voorbeelden wat tussen het grof huishoudelijk restafval zit. Zoals plastic en emmers, matrassen. Dus die dingen die hadden niet hierin gehoeven. Nee, ik zie daar zelfs ook nog een autostoeltje bijvoorbeeld. Ja, dat is eigenlijk een mooi voorbeeld. Want we hebben ook een onderdeel van het duurzaamheidsplein. Is ook de demontagehal.
Daar werken mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. En die demonteren nog bijvoorbeeld zo'n kinderstoeltje of een... Ja. En die onderdelen die worden dan ook weer opnieuw gebruikt of gesorteerd om... Dat wordt gesorteerd op ijzer, hout en harde kunststoffen. Dat zijn opbrengststromen. Die kunnen we vermarkten. Dat levert weer geld op. We hebben net met de wethouder voor een hele grote berg plastic gestaan. Daar zijn ook veranderingen het afgelopen jaar gekomen. Jullie mogen hier het afval keuren? Ja, wij zijn op een overslaglocatie voor PMD. Mijn chauffeurs en mijn planners zijn allemaal keurmeester opgeleid. Dat houdt in dat wij het PMD hier keuren. Is het goedgekeurd, dan kunnen we het vermarkten als grondstof. Ja, en betekent dat dat ze op de vrachtwagen al keuren, dat ze daar al iets kunnen zien of wordt het hier gekeurd? Het is de bedoeling dat de vuilnismannen langs de weg ook al kijken wat er langs de weg staat. Is het een zak waar andere dingen in zitten, horen ze hem te laten staan. Okay. Ja. En de rest komt hier terecht en die wordt dan hier verder naar? Ja, hier wordt gekeurd of het goed PMD is, zodat we het kunnen vermarkten. En dit wordt allemaal weer verwerkt tot grondstof. Mooi. Dat is eigenlijk wat je wilt, hè? Ja, eigenlijk moeten we alle stromen zo zien te gaan behandelen. Ja. Dus er zijn nog veel ontwikkelingen in de markt nodig. Je had het over de demontagehal. Kunnen we daar even naartoe zeker, lopen? Zeker, tuurlijk. We zijn nu in de demontagehal, ook een onderdeel van het duurzaamheidsplein. Hier gaan we nog een stapje verder in het scheiden van afval. We brengen hier ijzeren apparaten, fietsen... Overal waar maar hout en ijzer of kunststof aan vastzit, brengen we hierheen. En hier worden door de mannen nog verder uit elkaar gehaald, zodat het weer grondstoffen zijn. Mannen zeg je, zijn alleen mannen? Toevallig hebben we nu alleen mannen in dienst. Okay, maar er zijn ook vrouwen wel? Er zijn ooit wel eens vrouwen ook in dienst geweest, ja. Nou, we zijn in de demontagehal, maar er wordt ook nog gemonteerd, toch? Ja, naast demonteren doen we ook kapotte fietsen die hier worden gebracht. Of die vanuit het station al heel erg lang daar staan, niet meer worden opgehaald, worden hierin gebracht. En die worden weer opgeknapt en gemaakt. En die zijn dan weer voor de verkoop. Kunnen we eventueel naar de kringloopwinkel, we kunnen er mensen mee bij maken. Dus hier worden ook weer dingen weer gemaakt. Nou Frank, we zijn hier aan het begin van het circulair ambachtsplein. Ja, hè? Circulair ambachtscentrum. Centrum, zeg ik nog niet goed. We komen hier aanrijden met de auto en wat gebeurt hier dan? Hier sta je bij de acceptant van het duurzaamheidsplein. Hier wordt bepaald door de inwoner of ze iets hebben ook voor de kringloopwinkel. Want daar staat het innamepunt van de kringloopwinkel. Is het voor de kringloopwinkel, mogen ze het gratis doorgeven daar. Is het afval, wordt het hier afgerekend bij onze acceptant. Oké, sinds korte tijd zijn de droge matrassen gratis, staat erop? Ja, zeker. Vanaf 1 januari. Ja, en hier kun je zien welke tarieven er gehanteerd worden. Ja, klopt. Staan hier op het bord. Okay. Nou, ik heb spullen voor de kringloop bij en ik heb spullen voor als afval voor de milieustraat bij. Okay. Hoe gaan we verder? Kom maar verder. Restafval wordt hier afgerekend door de acceptanten van duurzaamheidsplein. Spullen voor de kringloopwinkel ga je hier. Ja, maar ze kijken dan al of je spullen... Ja, de acceptant hier vooraan kijkt of het kringloopwinkel is of restafval. Oké, hier is het innamepunt van de kringloopwinkel. Dus heb je nog goede bruikbare spullen die nog verkoopbaar zijn, mag je hier afgeven, gratis. Ja. En daar gaan hun schoonmaken of... Hun kijken wat er nog inderdaad wat iets opgeknapt kan worden. Ja. Of het nog goed verkoopbaar is en schoongemaakt kan worden. En dan gaat het van hieruit naar de winkel? En dan gaat het van hieruit naar de winkel, ja. Okay. Nou, we hebben het gesorteerd bij de ingang. Daar hebben we ook al betaald. Ja. En dan? Nou zijn we hier een eindje verder. En wat gaat hier wat er overblijft is dus inderdaad afval van de inwoners die hier naar binnen komen. Rij je hier de Milieustraat op. Hier hebben we meer dan 30 verschillende stromen waarin je het afval nog verder kunt uitsorteren. En er staan medewerkers om je te helpen en te adviseren in welke bak je alles kunt gooien. Dit geldt voor privéafval. Zakelijk afval, bedrijfsafval, zijn daar aparte regels voor? Op het duurzaamheidsplein is alleen particulier afval. Oh, okay. Geen bedrijfsafval.
Nou, dan wordt het hier netjes. Je hebt de hele, alle bakken gehad. En dan rij je aan de andere kant weer eruit. Ja, mag je aan de andere kant de bordjes volgen en duurzaamheid verlaten. Mm-hmm. Welke zijn de openingstijden hier van het duurzaamheidsplein? Openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 9:30 tot 5:30. En op zaterdag van 9:30 tot 3:00. Nou, dus je kunt heel makkelijk terecht. Ruime tijden om al het afval te komen brengen. Zijn er nou bepaalde piektijden waar je zegt van nou, je kunt beter niet op? Ja, op zaterdag is echt wel de drukste dag. De overige dagen, vooral 's ochtends, is het rustigst. En nagelang de middag, dan wordt het iets drukker. Zijn er nog bepaalde tips waar je mensen mee wilt geven? Waar je zegt van, goh, daar zou je nog iets aan kunnen doen? Nou, ik zou adviseren om het thuis ook al, wat je hier wil komen brengen, thuis ook al vast sorteren. Zodat je hier precies de juiste weg kunt volgen. En dan ben je ook niet zo lang hier bezig. Oké. Nou, ik denk dat het allemaal heel duidelijk is. Prachtig bedrijf om te zien. En ik wens je heel veel succes met het terugbrengen, nog verder terugbrengen van het restafval en dat er maar heel veel grondstoffen hergebruikt mogen worden. Ja, we gaan ons best doen met ons team van 50 medewerkers. Dankjewel. Ja, graag gedaan.